Deze gloren hand is een aantal jaren geleden ontstaan. Toen ik in Zeist in het landgoed Pavia deze vijver tegenkwam. Een diepe zwarte glans, omzoomd door de rijke herfstkleuren van het vooral beukenbos eigenlijk. Nou, daar moest dat mee. Maar om die spiegeling goed in beeld te krijgen, moest ik wel het water in. Dus ik heb mijn broek uitgetrokken en ben het water ingelopen. Het was niet diep, maar wel koud. En daar heb ik met mijn telefoon, de weet ik veel, 30, 40 fotootjes gemaakt met een app die nodig zijn om zo'n panorama te schieten. En het bijzondere van dit exemplaar is dat je een hand ook ziet. Is dat de hand die daar in de vijver woont? Of is het de hand van de maker? Dat mag je zelf bepalen. Wat wel grappig was, is dat er een collega-kunstenaar, die was daar op dat moment aan het filmen. Die kwam er al heel vaak, hoorde ik. En die was een beetje geschokt. Want ik kom daar voor het eerst en ik zie dat water, ik heb het nodig, ik loop het water in. Terwijl al jaren om die plas heen aan het bewegen was en subtiel aan het filmen. Dus in zijn beleving was het een beetje bruut. Hij was er ook wel jaloers op, denk ik. Voor mij was het een goede ingeving. Een mooie plek. Gewoon doen.